kort nadat we de diagnose gekregen hadden, zijn we nogal vlug op zoek gegaan naar hetgeen dat er was voor de mensen met dementie zelf. We hebben dan zelf een activiteitengroep opgestart. En niettegenstaande de negatieve kant van de diagnose, geeft het organiseren van die activiteiten positieve energie. En nu hebben we toch 4 activiteiten op een maand. Als we te horen kregen dat Roland dus jong dementie had en dat Christine eigenlijk buddy zocht, zijn we direct akkoord gegaan om dus mee te helpen en ook te kijken wat dat wij persoonlijk voor deze vereniging konden betekenen. En de intentie van ons uit om dat te doen is enerzijds de vriendschap, maar anderzijds ook de hulp willen bieden naar mensen die geconfronteerd worden met een gezondheidsprobleem. En tot nu toe zijn we er eigenlijk vrij goed in geslaagd, bij zoverre dat we toch al een hecht groepje vormen, ondanks dat we nog maar 3 jaar bestaan. Dat zijn mijn vrienden. En dan zijn ze allemaal samen eigenlijk. En dan nog wat doen. Wij wandelen veel en ik doe dat graag. Ja. Je probeert ervan uit te gaan van, kijk, wat kunnen ze nog allemaal? En ik heb toch al ondervonden dat er hier bij ons, zeker de echte jongeren, dat die fysiek alles aan kunnen. Wij hebben de diagnose gekregen en dan hebben ze ons gecontacteerd of dat Mark er interesse voor had. En de donderdag namiddag vang ik ons kleinkindjes op en soms wordt dat een beetje druk voor hem. En dan zijn die al een beetje uitgeraasd tegen dat hij terugkomt van de wandeling en dan is het veel rustiger. Dus dat is heel positief. Wat dat ook zeer waardevol is, is lotgenotencontact. Tijdens onze activiteiten kunnen zowel de mantelzorgers apart eens een babbeltje slaan. De deelnemers onder elkaar kunnen ervaringen wisselen. Ja, het gaat ook allemaal heel spontaan en ongedwongen. Iedereen springt bij voor iedereen. Ja, ik vind dat wel dat het een beetje moed geeft. Allee. En ook gevoel dat niet alleen in een situatie. Nee, je ziet andere mensen. Met de wandeling ook, er pakt een vrijwilliger de rolstoel over en je kunt er wel eens met iemand anders babbelen. Nee. Dus ook voor hem, hij doet gemakkelijker dingen die hij thuis niet wil doen. Nee, als hij alleen met mij en ik geef hem dat, doet hij dat niet, maar in groep doet hij dat wel. Voor ons is dat goed. Wij doen dan alles mee wat dat kan.